Zorg dat je altijd goede adviseurs aan je zijde hebt. Ja. Soms heb je gevallen waarbij een ondernemer een adviseur heeft die al 20 jaar meedraait. Omdat hij de onderneming al kent en misschien zijn vader kende. Maar dat zijn niet per se de adviseurs die ervaring hebben met een M&A-traject. En het bespoedigt het proces, het komt het proces naar goede als je adviseurs hebt die dit al vaker hebben gedaan. Dat betaalt zichzelf uit, ja? Goede adviseurs, ja. Zeker weten. Hoe verkoop je als ondernemer je bedrijf en wat komt daar allemaal bij kijken om het goed te doen? Welkom bij dit CVD-TV-gesprek uit de serie Dream Exits, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die hun bedrijf verkochten en met specialisten die verstand hebben van dat soort trajecten. Dream Exit, dat maak ik in samenwerking met No Monkey Business. En No Monkey Business die begeleidt bedrijven in, zoals zij het noemen, Dream Exits. En in deze video ga ik met name inzoomen, echt mijn ding, op de juridische kant van het verkopen van een bedrijf. En dat ga ik doen met Daphne van Bokstel, advocaat bij Rutgers en Posch. Daphne, van harte welkom. Dank je. Advocaat, dus ik moet oppassen wat ik zeg natuurlijk. Hè? Ja, met precies. Hey, we gaan het hebben over met name de juridische kant van het verkopen van een exit. Heb je daar veel ervaring mee? Dat is eigenlijk wat ik sinds het begin af aan... ik heb eventjes geprocedeerd, maar ik ben al vrij snel de M&A-wereld ingegaan, hoe dat dan heet. Mergers and acquisitions, de fusies en overnames. Dus vaak exits, dus zowel voor de investeerder als de ondernemer heb ik opgetreden. Dus wat vind je er zo leuk aan? Vaak gedaan. In vergelijking met je hebt ook natuurlijk advocaten die willen strafrecht doen en zo allemaal. Ja. En waarom vind je deze tak van sport zo leuk? Nou, geen enkele overname is vergelijkbaar met de andere. Het is een enorm dynamisch proces. Ja. Ik vind het contact met ondernemers heel erg leuk. Dat zijn vaak hele gedreven, gepassioneerde mensen. Telkens is het weer een ander bedrijf dat ik leer kennen. Dus dat is ontzettend leuk. Wat zijn de redenen voor veel van jouw cliëntelen om hun bedrijf te verkopen? Verschillend. Sommigen willen een stapje terug doen. Sommigen willen juist hun bedrijf naar een hoger plan tillen en vinden daar een partner voor. Sommigen hebben een financiële injectie nodig. Het is heel verschillend. Het ligt er ook vaak aan in welke levensfase het bedrijf zit. Mm-hmm. Is het een heel jong bedrijf? Is het al een bedrijf wat al heel goed loopt? Mm. Hoe gaat het financieel met het bedrijf? Dus die redenen zijn heel verschillend. Laten we het proces eens induiken. En dan beginnen we bij, en nogmaals, ik heb maar even wat terminologie bij elkaar geharkt. En dan klinkt het heel intelligent, maar jij mag ze duiden. een non-binding offer, is dat een typisch soort eerste stap om tot een uiteindelijke deal te komen? Of wat is een non-binding offer? Zo zou je het kunnen zeggen. Niet in elke transactie heb je echt een non-binding offer. Maar het is, zoals je het eigenlijk al zegt in het Engels, is een niet-bindend bod. Ja. En dat kan een koper zijn die geïnteresseerd is in jouw onderneming, die zegt, nou, op deze voorwaarden zou ik wel met jou in gesprek willen treden over de verkoop van jouw onderneming. Hoe werkt dat proces? Want ik heb een bedrijf en ik wil het verkopen, want ik wil sneller groeien. Dus ik wil ik wil mijn bedrijf verkopen om aan te sluiten bij een grotere toko. Waar begin ik dan? Ik zou in eerste instantie een goede adviseur daarvoor inschakelen. Ja. Tenzij je zelf een heel goed netwerk hebt. Maar eerlijk gezegd kom ik meestal pas wat later in het proces. Als het echt al loopt. Ja, als de partijen al bij elkaar zijn. Ja, ja, ja. Dus een No Monkey Business die zit wat meer aan dat voortraject. Ja, ja, en als de partijen bij elkaar zijn, als er een koper zijn en een koper is en een verkoper is, die hebben uitgesproken dat ze elkaar interessant vinden, dan word jij relevant. Kom ik inderdaad in het proces. Even zonder nou zeg maar sponsor talk te gaan doen. Hoe belangrijk is zo'n partij als No Monkey Business of een andere partij, maar in ieder geval zo'n adviseur die zo'n verkopende partij begeleidt? Hoe belangrijk is die expertise? Nou, die kan heel handig zijn sowieso ook voor het netwerk. Vaak is dat een adviseur met een enorm netwerk die ziet wat voor partijen bij elkaar passen. Ja. En bij elkaar zouden kunnen passen. Dus daar is dat heel, heel erg nuttig voor. Mm-mm. Doen ze dat goed in een wonkje business? Of anders dan anderen? Want jij kent natuurlijk meer van dat soort partijen, of niet? Ik werk geregeld met dat soort partijen. En wat Martijn... Martijn van de Hoede, oprichter-eigenaar van No Monkey Business. Martijn is natuurlijk zelf ondernemer geweest. Ja. Dus Martijn herkent heel goed de sentimenten van ondernemers. Ja. Want hij heeft het zelf een keer meegemaakt. Ja.
Dus hij is daar, hij weet hoe dat gaat. En dat hij vinden ondernemers natuurlijk super fijn. Dat kan me voorstellen dat ondernemers dat heel prettig vinden. Ja. En dan komt op een gegeven moment zo'n kopende partij en die gaat, dat is wel een term die ik wel vaak heb gehoord, dan gaan we due diligence doen, hè? Ah ja. Ja, waarom, vertel? En due diligence, je hebt natuurlijk heel veel sexy Engelse termen. Due diligence is eigenlijk gewoon een boekenonderzoek. Ja. En in mijn geval is dat een juridisch boekenonderzoek. En dat kan aan twee kanten gebeuren. Je kan als verkoper zeggen, ik wil een zogenaamde vendor due diligence doen. Oh, dus, natuurlijk. Ja. Maar meestal in de trajecten die ik met Martijn doe, is dat een koper die boekenonderzoek gaat doen. En die gaat het op verschillende onderwerpen doen. Dus niet alleen juridisch, dus fiscaal, financieel en juridisch. En commercieel op allerlei andere onderwerpen. Maar gaan ze eigenlijk kijken wat wil ik eigenlijk kopen en wat zit er eigenlijk in deze onderneming? En wat zit er in alle kasten? Wat zit er in de kasten? Zit er ze gaan alles opentrekken om te zien of er lijken zitten. Moet je daarop voorbereiden eigenlijk? Ik bedoel, is dit nou typisch iets waarvan je zegt van ja, voordat je dus je bedrijf in de verkoop gaat zetten, moet je zorgen dat je zaken op orde hebt wat dat betreft? Dat is wel heel erg nuttig en dat bespoedigt wel het proces. Want als je niet je zaak op orde hebt, dan wordt dat gewoon een heel tijdrovend, vervelend proces. En het is sowieso een DD, een boekonderzoek, is heel arbeidsintensief voor een ondernemer. Want je krijgt heel erg veel vragen. En ze worden allemaal verwacht. Het wordt verwacht dat je die allemaal kunt beantwoorden. Ja. Dus als je zaakjes op orde hebt, is het voor jezelf veel makkelijker om die vragen te beantwoorden waarschijnlijk. Hoe lang duurt een gemiddeld traject van een exit? Vanaf het moment dat ik betrokken ben, en dan zijn partijen natuurlijk al even met elkaar in gesprek. Ik zou zeggen een paar maanden. Dan kom je vrij laat pas in beeld eigenlijk. Dan zijn er echt wel serieuze intenties. Ja, maar als ik in beeld kom, dan is er een reden om dingen op te gaan schrijven. Ja, ja. En vaak hebben partijen dan wel even aan elkaar gesnuffeld, ja. Ja. Dus dat gaat daar wel aan vooraf. Wat is jouw rol als advocaat in het traject van pricing, zeg maar? Dat is ook zo'n ding natuurlijk bij wat veel ondernemers. Ik heb wel eens wat congressen gedaan met dat soort, over dat soort onderwerpen. En dan is een van de vragen die je altijd van ondernemers hoort, is van ja, hoe bepaal je nou de prijs van je bedrijf? Is dat een expertise van jou of is dat nou typisch iets wat zo'n adviseur met jou overlegt? Ik hou me in principe niet bezig met de koopprijs. Wel hoe we de koopprijs opschrijven en het koopprijsmechanisme. Ja. Maar meestal krijg ik gewoon de cijfertjes aangeleverd en dan mag ik opschrijven hoe het werkt. En wat bedoel je met koopprijsmechanisme? Nou, het zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je een koopprijs kan bepalen. En dan wordt het heel technisch hoor. Je kan dan kiezen voor een lockbox-mechanisme of een completion accounts-mechanisme. Het ligt eraan per wanneer je per welk moment je de cijfers als uitgangspunt neemt. Okay. Dus het kan zijn per datum in het verleden, het kan zijn per de datum dat je je aandelen overdraagt. Ja. En dat is verschillend. Okay. Maar de pricing, zoals je dat noemt, aan zich, de koopprijs aan zich, daar zeg ik niks van. Er zit heel veel emotie in, hè? En in jouw vak de facto niet. Tenminste, ja, snap ik wat ik bedoel? Jij kijkt naar de juridische regeltjes. En ik kan me voorstellen dat dat soms niet strookt met hoe een ondernemer emotioneel in de wedstrijd zit. Nee, maar mijn rol is ook niet... Ik heb in het begin ook geen emoties in dat proces. Nee. In die zin. Ik ben degene die hem zo goed mogelijk juridisch probeert te begeleiden in de exit. En natuurlijk komen daar een heleboel emoties bij kijken bij een ondernemer die zijn of haar baby verkoopt. Ja, want dat is het. Dat is een enorm spannend proces voor zo'n ondernemer. Ja. Dus dat is, en dat vind ik ook mooi aan mijn vak. Je leert ook mensen op hele verschillende manieren kennen, want je ziet dat mensen daar op hele verschillende manieren mee omgaan. Ja. Dus dat is ontzettend mooi. Daar moet je natuurlijk wel aandacht aan geven, ja. Ja. Dan gaan we richting de closing, of hoe noem je dat? Closing, of deal, of exit, of whatever? Ja, closing. Closing is eigenlijk, dat is altijd een hele spannende term. En toen ik net begon met werken, dacht ik, wow, een closing, wat is dat dan eigenlijk? Dat is een beetje zo bijna een magische term. Ja. Maar een closing is eigenlijk niet veel meer dan het overdragen van de aandelen. Dus het moment dat de notaris de akte passeert waarbij de aandelen worden overgedragen. Maar vaak komt daar nog heel veel bij kijken, want er moeten nog andere overeenkomsten getekend worden, zoals bijvoorbeeld een koopovereenkomst.
overeenkomst. Ja. Soms moet je nog wat onderhandelen over de inhoud van die koopovereenkomst of andere contracten. Maar eigenlijk is een closing niet veel meer dan de overdracht van de aandelen. Dat is echt notarieel, gewoon de handtekeningetje zetten. En dan is het notarieel, is het geregeld. Ja. Want dat heet in het Engels heel mooi een SPA, hè? Een Shareholder Purchase Agreement. Maar dat is gewoon een koopovereenkomst. Dat is de koopovereenkomst, en hoe uitgebreid moet zo'n ding zijn? Mijn voorkeur heeft dat om dat zo kort mogelijk te doen. Maar je moet er wel bepaalde basisdingen afspreken. Ja. Namelijk dat je de aandelen overdraagt. Verkoopt en koopt. Dus dat regel je in zo'n koopovereenkomst. Ja, logisch, de term zegt het al. Maar een koper zal daar bijvoorbeeld ook bepaalde garanties willen zien voor de onderneming die ze kopen. En daar hangt dan weer aan voor een ondernemer dat je bepaalde beperkingen van je aansprakelijkheid wilt opnemen. Ja, precies. Je wil niet dat ze na 3 jaar nog eens een keer terugkomen van dit is niet goed gegaan en dat is nog steeds jouw schuld. Nou ja, dat kan na 3 jaar als je die termijn afspreekt, maar daar maak je afspraken over. Wat is gebruikelijk daarin? Want ik kan me ook voorstellen dat ik als ondernemer, en ik heb dat hele proces met jou doorlopen, bloed, zweet en tranen en een hoop onderhandelingen en gezeur en gezeik. En op een gegeven moment is het geregeld. En dan denk ik ook voor jongens, close die handel. En dan wil ik ook verder er niks meer over horen. Ja, maar dat er helemaal niks meer over horen is in die zin. Nou ja, dat weet je zelf het beste als ondernemer of er nog iets in zit. Want ik loop ook altijd uitgebreid die garanties door met ondernemers om te vragen. Kijk, ik kan ze juridisch lezen. Ik kan aangeven wat ik juridisch acceptabel vind of niet. Maar een ondernemer kent zijn onderneming. Ja. Dus die weet of er opzeggingen zijn van bepaalde klanten of dat er veel ziektemeldingen zijn van werknemers. Daar kan ik inhoudelijk, weet ik dat niet. Dat weet hij het beste. Ja. Dus daarom loop ik altijd uitgebreid die garanties door met ondernemers om te zien waar de risico's zitten. En als je dan zegt, ja, maar we hebben vorige maand we hebben een geschil met een werknemer, ik zeg maar iets, of er is een klant die dreigt op te zeggen, dan zeg ik, ja, dan moet je dat vertellen aan een koper. Ja. Want dan kunnen ze ook geen claim meer instellen onder de garanties. Ja, precies. Ja. Ja. Wat betekent debt and cash free? Debt and cash free, ja. Dat is weer zo'n sexy Engelse term. Ja. Maar dat heeft in beginsel te maken met de bepaling van de koopprijs. In beginsel wordt er altijd een ondernemingswaarde vastgesteld. Ja. Dat wordt in het Engels dan de enterprise value genoemd. En daar gaat de schuld in de onderneming vanaf. De cash komt daarbij. En dan hou je onder de streep de equity value over, noemen ze dat. En dat is eigenlijk gewoon de koopprijs die in het contract staat vaak. Stel dat nu een ondernemer zit te kijken en die loopt al een paar maanden rond van ja, we gaan dit traject gewoon in. Wat zijn dan met name de lessons learned? Wat even vanuit jouw perspectief? Nou, vanuit mijn perspectief, lessons learned zijn ook eigenlijk niet eens zo heel juridisch. Want ik zou, het zijn ook hele praktische dingen. Bijvoorbeeld, zorg dat je altijd goede adviseurs aan je zijde hebt. Ja. Want soms krijg Doe ik wel eens. Doe het niet zelf. Wat zeg je? Doe het niet zelf. Nee, zeker niet. Nee. Maar ook soms heb je gevallen waarbij een ondernemer een adviseur heeft die al 20 jaar meedraait, omdat hij de onderneming al kent en misschien zijn vader kende. Maar dat zijn niet per se de adviseurs die ervaring hebben met een M&A-traject, met een exit-traject. Mm. En het bespoedigt het proces, het komt het proces naar goede als je adviseurs hebt die dit al vaker hebben gedaan. Want die kennen. Die kennen de discussies, die weten wat jij het best kan doen in bepaalde situaties. Maar levert het je uiteindelijk ook meer op? Want het zijn geen goedkope jongens, die kosten ook allemaal geld. Ja, maar elke adviseur kost geld. Ja, daarom. Maar daarom kan ik me voorstellen dat de ondernemer denkt, ja, het is goed, doe het lekker zelf. Want ja, maar dat ik denk dat betaalt zichzelf uit. Ja? Goede adviseurs, zeker weten. Want vaak zie je bij ondernemers dat ze praten met partijen die heel ervaren zijn, ofwel financiële adviseurs, ofwel strategische, ofwel financiële investeerders, ofwel strategische investeerders. En dat zijn vaak partijen die dit al heel vaak hebben gedaan. Ja. En als je als ondernemer dit voor de eerste of misschien de tweede keer doet, dan helpt het als je iemand aan je zijde hebt die dit echt ook al heel vaak heeft gedaan. En die misschien zelfs al een keer op heeft getreden voor een financiële investeerder, want die weet hoe ze denken. Ja. Dus die kan jouw belangen dan het beste vertegenwoordigen. Ja, dus misschien is dat dat eerste traject, hè, want dat heb ik ook, want we gaan in deze serie Dream Access gaan we ook nog een gesprek doen met Martijn zelf. Ja. Want hij heeft ook echt een model hoe hij zo'n heel traject doorloopt. Hè. Mm-hmm. Dat kun je volgens mij als ondernemer zelf, die ervaring heb je gewoon niet. Nou, sommige ondernemers hebben dat wel. Ja. Maar ik zou zeker aanraden om een adviseur in te schakelen die daar ervaring mee heeft. En het helpt ook in dat voortraject om daar een adviseur te hebben die dat misschien zelfs zelf al een keer gedaan heeft. Hey, tot slot, er zijn veel familiebedrijven in Nederland. Mm-hmm. Is dat een different ball game? Want je zei net al, hè, van een adviseur die de vader al kende. En er zijn natuurlijk heel veel familiebedrijven. Zijn dat
andersoortige trajecten dan zeg maar, individuele ondernemers die hun bedrijf verkopen? Nou ja, familiebedrijven zijn echt ontzettend leuk om mee te werken. Anders, in die zin, kijk, het M&A-traject, juridisch gezien is dat niet anders. Nee. Maar er spelen natuurlijk heel veel emoties, zoals je dat dan noemde, bij familiebedrijven. Die hebben vaak wel een beeld bij de toekomst van hun bedrijf. En er zal ook een reden zijn waarom ze er dan uit willen op dat moment. Ja. En er zullen ook verschillende stakeholders zijn die iets te zeggen hebben of iets willen zeggen over het proces. Dus dat maakt dat wel weer wat anders. Ja. Maar elke transactie is anders. Leuk. Mag ik jou danken voor dit gesprek en voor je inzage? Ik heb heel wat meer verstand van, mocht ik nou ooit CVD gaan verkopen, zit er niet in, dan weet ik je te vinden. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En wil je nou nog meer video's zien uit deze serie van Dream Access? Blijf dan nog 5 seconden hangen, want zometeen krijg je een linkje te zien als deze video voorbij is. En abonneer je ook op CVD TV als je meer wil zien van alle video's die op CVD TV beschikbaar zijn en nog komen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!